Gita Wiegel is 13. Op 18 juli schrijft ze op haar blog: ik wil jullie vragen te bidden voor mijn moeder, voor mij en voor alle mensen die nu ook iemand moeten missen. Ik sta hier omdat mijn moeder, Presrangin, is omgekomen door de vliegramp. 17 juli, de dag waarop het allemaal gebeurde. Op Schiphol hebben we nog even wat gedronken en wat leuke fotootjes gemaakt. Toen ze uiteindelijk naar de gate ging, hebben we volgens mij wel een half uur staan knuffelen, lachen en huilen. Het idee dat ik haar voor 4 weken zou moeten missen, was verschrikkelijk. Ik wil met jullie delen dat jullie als nabestaanden bijzondere mensen zijn. Dat we ondanks dit grote verlies verder mogen gaan met ons leven. En we toch nog elke dag met onze dierbaren in ons hart mogen rondlopen. Ook wil ik alle mensen die steun voor mij en anderen zijn geweest bedanken. Jullie zijn supermensen. Alleen door zijn tijd gaan is niet fijn. Wat jullie aan ons als nabestaanden dachten, geeft ons weer een sprankeltje licht. Niemand heeft voor niets geleefd. Onze dierbare overledenen, ze hebben allemaal hun sporen achtergelaten, een stempel gedrukt op ons leven. Ze waren bij ons, ze zullen voor altijd in onze herinnering blijven. Dat is ook de gedachte van Suzanne Bakker. Zij verloor 17 juli haar beide ouders, Wim en Annette. Wat was ook alweer het vluchtnummer van pap en mam? Vroeg mijn broertje op 17 juli tegen etenstijd aan de telefoon. Donderwolken trokken samen. 'S nachts om 1:30 viel het doek. Ze stonden op de lijst. Dankbaar zijn we, en ik spreek dit uit namens vele nabestaanden in de zaal, voor het werk van de bergingsteams, de forensische staf, de familierechercheurs. Diep ontroerd zijn we, doordat de mensen in het rampgebied zoveel van onze geliefden en hun bagage hebben geborgen. Dit, terwijl ook zij getraumatiseerd moeten zijn door wat er die middag uit de lucht, door hun dak, voor hun voordeur en op hun akkers is gevallen. Dankbaar zijn we, en ik spreek dit uit namens vele nabestaanden in de zaal, voor het werk van de bergingsteams, de forensische staf, de familierechercheurs. Diep ontroerd zijn we, doordat de mensen in het rampgebied zoveel van onze geliefden en hun bagage hebben geborgen. Dit, terwijl ook zij getraumatiseerd moeten zijn door wat er die middag uit de lucht, door hun dak, voor hun voordeur en op hun akkers is gevallen. Dankbaar zijn we voor hoe Nederland omgaat met deze tragedie. Indrukwekkend was dat zelfs op de derde dag dat er vliegtuigen aankwamen in Eindhoven en wij weer naar huis reden voor de rouwstoet uit, de viaducten boven de A2 nog steeds vol mensen stonden om de slachtoffers te gedenken.